me. Trying to wake up, sipping on a hot cup with the little lady in green. And I'm praying by the man I wanna be, saying, God, please take all of me and fill me up with your love. Love, take these words that I'm speaking, love. Take these thoughts that I'm thinking, love. Take me over. Love, fill up all of my space and love. Stand right here in my place. Love, hear this prayer that I'm praying, love, take me over. Love, take me over. This is what I'm sure of, I can only show love when I really know how loved I am. When it overtakes me, then it animates me, flowing from my heart into my hands. So I'm praying, Father, help my heart believe that right now you're singing over me and fill me up with your love. Er was eens een volk dat heette Israël. God hield van Israël, net als een vader van zijn zoon. Om Israël goed op te voeden, gaf hij Israël regels, de 10 geboden. Niet om ze te plagen, maar om ze te beschermen. Maar Israël wilde helemaal geen regels. Israël deed wat goed was in zijn eigen ogen en gehoorzaamde God niet. Hierdoor vielen zij niet binnen zijn bescherming en kwamen zij in moeilijkheden. Israël werd aangevallen door allerlei andere volken van de aarde. Het enige wat Israël nu nog kon doen, was God om hulp vragen. Israël bad tot God en God verhoorde hun gebed. Als een held trok hij ten strijde en versloeg hij al hun vijanden. Nadat God Israël had gered, ging het weer goed met Israël, maar niet voor lang. Na een tijdje werden zij opnieuw ongehoorzaam en begon alles weer van vooraf aan. Op een dag, toen Israël weer in de problemen was, riepen zij opnieuw tot God om hulp. Even leek het alsof God hun gebed niet zou beantwoorden. Het leek alsof God zijn volk had opgegeven. Maar toen Israël tot hem riep, ontwaakte de Heere als een slapende held en kwam Israël te hulp. Israëls ongehoorzaamheid maakte God verdrietig. Maar wat Israël ook deed, God bleef trouw en bleef Israël liefhebben. God wist wel dat Israël niet zo kon blijven. Daarom stuurde hij zijn zoon Jezus, die de zonde uit de wereld weg zou nemen, die ons gehoorzaamheid zal leren, ook al werd het zijn dood. Pap, wat een ongelofelijk saai verhaal was dat. Waarom zou God nou weer zoiets doen? Nou, weet je, Jacob, dat is vanwege de liefde. Vaders houden nou eenmaal altijd van hun kinderen. Deze ware liefde, die overwint gewoon altijd. Oké, maar zullen we nog een potje FIFA? Nou, dat dacht ik niet, vriend. We gaan lekker naar bed. Jacob, hé, waar is hij nou weer? Ik zei toch dat hij weg ging lopen? Dat doet hij altijd. Jacob is stout. En ik niet. Ik gedraag me altijd voorbeeldig. Toch, pap? Jacob, waar ben je nou? Ik snap het gewoon niet. Waarom zou je je tijd verspillen aan zo'n etter als hij, in plaats van je tijd te benutten aan zo'n voorbeeldig kind als ik? Kijk, daar ben je. Haha, ik zal je even inpeperen, vriend. Stop! Wat krijg je ervan als je wegloopt? Niet doen! Oh, kom, we gaan ons stoppen. Eva, lieverd. Die jongen van jou,
Mam, praat niet over zo over die jongen van mij. Die jongen van jou? Eva is niet goed. Het is gewoon een product van ik weet het niet. Ik weet het gewoon even niet meer. Maar het is in ieder geval niet goed. Mam, niet goed. Weet je wel over wie je dat zegt? Dat zeg je over mijn zoon. Ik hou van mijn zoon. Weet je, Eva, al die tijd heb ik jou al gewaarschuwd. Trouw niet onder je stand. Weet je, middenklasse hoort bij middenklasse. Lage klasse hoort bij lage klasse. Hoge klasse hoort bij hoge klasse. En dit is wat je ervan krijgt, lieve. Maar mam, we hebben het hier al vaker over gehad. Weet je, mam, het is gewoon, ik hou van Peter, mam. Liefde gaat boven alle klasses. Eva, hoe vaak corrigeer jij dit kind? Hoe vaak zeg jij wel niet, nee Jacob, nee Jacob, nee Jacob? Maar mam, dat valt ook allemaal wel mee, weet je mam. Soms ieder kind moet wel eens gecorrigeerd worden, mam. Zullen wij eens even terugkijken naar al die momenten? Kijk maar naar het scherm, lieve Eva. Doe het nou niet. Jacob Nobel, kom hier bij je moeder. Nee, 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 nee. Nee, niet doen. Jacob, niet doen. Wat heeft mama nou gezegd? Jacob, niet doen. Nee, Jacob. Nee, Jacob Nobel. Gezegd. Dat kind is defect. Het is net zoals je wat bij de winkel haalt, wat niet goed is. Dan breng je het er gewoon weer terug. Er zijn prima oplossingen voor. Mam, defect? Elk kind heeft wel eens ongelukjes, mam. Zo ook Jacob. Graciel, je dochter. Die heeft dat niet. Nou. Hoi, oma. Wat ziet u er weer voor veel? Dank je, kind. Ik weet het. Maar schatabout, jij bent echt een voorbeeldig kind. Maar wat zie ik daar? Heb jij in de sneeuw gespeeld? Heb jij in de sneeuw gespeeld? Wat heb ik jou gezegd over sneeuw? Gele sneeuw is de sneeuw waar de katjes en de hondjes geplast hebben. Dat is onhygiënisch. Zeg het. Onhygiënisch. Dat is onbeleefd. 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 Zei jij nou maar? Sorry, oma. Zei jij nou ja maar? Ja maar is onbeleefd. Ach. Hey, weet je liever, als jij lekker in de sneeuw wil spelen, moet je dat gewoon doen. Als je dat niet doet, hè, word je straks nog zo zuur als zij. Dat moeten wij niet hebben. Hey! Hey! Kom, we gaan even spelen! Hey! Nou, dat was het, onze sneeuwpret, toch, mam? Jij, kleine rat! Ho, ho. Jij, kleine rat! Ik mikte op uw lelijke, vieze gezicht. Jacob, mam. Normaal doet hij echt niet zo, nee, hoor. Hij bedoelt het niet zo. Jacob, zeg even dat je het niet bedoelt. Zeg even sorry. Ik bedoelde het precies zoals ik dat net zei. Oh, nee. Jacob, zeg even sorry tegen je oma. Weet je wat ze krijgt? Jacob! Oh. Nou, zeg! Ah! Mam, het valt wel mee, weet je, mam. Mam, niet de folder van het internaat, mam. Mam, nee. Mam, alsjeblieft. Niet het internaat. Denk erover na. Nou, ik zal je één ding vertellen. Er wordt helemaal nergens over nagedacht. Peter? Reken er maar op dat mijn advocaat contact met jou opneemt.
Peter, wat moeten we nou? Ja, ik weet het ook niet, hoor. Ga maar even met hem praten als we thuis zijn. Ja. Wat denken ze wel niet? Wat denken ze wel niet dat zo'n oude vrouw als ik dat over de kam laat gaan? Ha, natuurlijk niet. Wat dachten jullie nou? Ik heb allang al een plan verzonnen. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb aangepakt met meester Hendricks van het Schatrijk. Weet je, je moet altijd een plan voor handen hebben. En mijn Rachel, die moet hoger op de ladder. Hoger op de ladder. Hogere CITO-scores, klasseoudste. Kan het allemaal regelen met mijn charme. Oh, Hendrikje. Hendrikje. Dag, schat. Dag, schat. Dag, lief. Ik ben zo geschrokken deze morgen. Ik liep een ambtenaar tegen het lijf en die gaf me deze brief. Nee. Ja, serieus. Onze school gaat eraan. Nee, dat kan niet gebeuren. Ja, zeker wel. Als dit doorgaat, het is verschrikkelijk. Ik ben er zo woest over. Ik ben ziedend. Ik ben woest. Echt niet te geloven dit. Ach, echt abnormaal. Ik zal het laten horen. Ik hou begonnen, of de vlammen slaan me uit. Ach, wie heeft dit toch verzonnen? Hoe kom ik er onderuit? Want ik krijg nu prompt verloren van een ambtenaar te horen dat een zeer brutale blaag hier op school komt per vandaag. Het schijnt een ettertje te wezen, staat hier zwart op wit te lezen. Echt een onbeschoft stuk vreten. En hoe moet dat heerschap heten? Nou, hier staat Jacob Nobel. Nee, het is niet waar, daar zijn we mooi mee klaar. Je kent hem, nou. Het is altijd wat. Met Jacob die rat. Hendrik, het is mijn kleinzoon. Ach nee, een schande. Het is een schande. Ik schaam mij niet. Maar Hendrik, er is nog meer. Oh nee. Luister naar mij. School waar hij voor zat, tartte hij de hele klas. Nee. Zonder dat hij je verdor had, deed hij kikkers in haar tas. Nee. Mens kreeg haar zo'n hartverzakking, toen die tas van kwak, kwak, kwak deed. Het heeft niet lang geduurd, Jacob werd van school gestuurd. Aha. Dat wij straks mogen proberen om van een van dit soort staken een fatsoenlijk mens te maken. Nee, een rat hoort in de riool. En zeker niet op onze school. We zijn pedagogen, geen rattenvangers van Hamelen. Er is altijd wat. Met Jacob die gat. Ach nee, dit kan niet gebeuren. Maar suikerbuikje, Ik heb een plan. Oh, geweldig. Een meesterlijk slecht. Ik hoopte al zo plan. Op dit. Nou, laat horen. Laat horen dan. Hé, gezellig, schat. Wat heb je toch leuk gemaakt, nou, al die lichtjes. Toch, het is toch eindelijk kerst? Ik heb echt kerstgevoel. Al die lichtjes hoort er precies bij. En Jacob, een mooie glimlach kan er ook niet vanaf, hè? Wie heb je eigenlijk allemaal uitgenodigd? Want ik heb er eigenlijk niet zo bij bemoeid, moet ik zeggen. Nou, mijn moeder is er natuurlijk helemaal. Oh, wat leuk! Het wordt helemaal gezellig vandaag. En volgens mij komen oma Willem en tante Cindy ook nog. Dus dat wordt een drukke boel vandaag. Gezellig. Ik heb echt zo'n hekel aan kerst, hè. Moeten we weer gezellig bij mijn broer op visite. Weet je, vroeger was het toch leuk, kerst? Dan gingen we lekker suipen. Maar tegenwoordig is hij christelijk geworden. Rustig aan. En mag hij niet meer drinken. Ah. Van zijn God. En weet je wat nog erger is? Als we nou gaan eten, dan wil hij eerst bidden voor het eten. Dan denk ik, nou, bedank jezelf voor het eten wat je hebt gemaakt. He? Ja, maar schat, is feest. Kerst. Vrolijkheid. Trek niet zo'n zure kop. Maar kerst is toch niet leuk? Moet je nou kijken naar die flat? Al die mensen zitten voor de ramen, voor de begonia's. Zogenaamd gezellig te zijn. Lichtjes aan. Oh, wat is het gezellig. Trek niet zo'n zure kop.
Weet je, vroeger, als ik een zure kop trek, dan krijg je met een slipper verlangs. Ah, ja, ik weet het, Schat, ik hou van kerst. Ik hou van mooie lichtjes. Eten lekker. Oh, geniet het ervan, schat. Kom. Ja, je bent als echt je zo zuur blijft doen, weet je, je kan in de mortuarium gaan werken. Kom, laten we gaan. We gaan feesten. Gelukkig ben jij zo'n positieve douchie, hè? Ah, mijn schat, mijn amor. We gaan douchen, we gaan douchen. Hoor ik hallo! Nou, daar zul je ze hebben. Daar zal je ze hebben. Wel. Kom binnen. Ja, hallo, schatje. Hoi. Ome Willem, hallo. Ome Dorcas. Hé, krullenbol. Hé, Peter. Leuk dat je er bent. Echt waar. Ja, wat grap. Dat ziet er leuk uit. Hé, oma. Ja. Nou, toch... Ga lekker zitten. Nou, met kerst toch allemaal gezellig even bij elkaar. Lusten jullie wat te drinken? Ik lust wel een lekker biertje. Ja. Ome Willem. Wim, dat weet je. We drinken geen we schenken geen alcohol meer. Echt, wat ben je toch ongelooflijk saai geworden, man. Er is toch niks aan als je niet eens wat mag drinken? Weet je, vroeger was het anders. Jacob, kom eens even. Vertel. Drie vingers houden. Ja, nee, van Willem. Ja, je weet het, hè. Kijk, vroeger die vader van jou, dat was met er eentje. Die kon suipen, jongen. Dan gingen wij naar Pummerit, naar de koemarkt. En dan was hij soms zo lam dat hij niet meer kon lopen. Dat hij op zijn handen en zijn knieën liep. En dan deed ik een touw in zijn nek en de trok hem zo vooruit. Wim, genoeg. Nou, zo vader, zo zoon. Hij heeft het niet van een vreemde. Mam. Het valt allemaal wel mee, hè, ome Willem? Oma Willem kan soms een beetje overdrijven, toch? Ah, ik zal je er nog eentje vertellen. Deze hoort, jongen. We waren een keertje naar een concert met Marco Borsato. En er stond je vader in zijn blote kont op de bar. Wat zou je doen als je nooit meer bij Willem zou zijn? Wim, genoeg. Drie vingers in de lucht, omhoog, gewoon. Wim, wat zei ik nou? Genoeg. Genoeg. Dat was lastig. Nou, wat anders dan maar drinken, oma Willem? Nou, doe dan maar een kopje koffie. U ook, lekker man. Lekker liever. Ja, een beetje suiker erin. Lekker melk. En een beetje melk natuurlijk. Latte macchiato. Ja, doe maar luxe. Die Cindy, ook lekker bakje koffie. Ja. Ja, lekker. Jacob. Jacob, wil je me even helpen? Jacob. Is hij weer blijven? Waar is hij al gebleven? Ja. Rond! Hé, Rond! Laten we weg! De bom is hier! Weg! Ik had nooit verwacht dat mijn eigen zoon ons huis zou afbranden. Hij zei dat het een ongeluk was. Maar het was moeilijk te geloven vanwege alle streken die hij telkens uithaalt. We hebben hem zo vaak verteld dat hij niet mag spelen met vuur. Die nacht bleven Jacob en Rachel bij hun oma slapen. De volgende dag kwam ik de kinderen ophalen van school. En toen kreeg ik de schok van mijn leven. Ja, ons plan is gelukt. Oh, eindelijk. Geweldig. Dat joch zo kort op school en nu, hoppa, weggestuurd. En dat allemaal dankzij mijn briljant idee. Mijn oma's briljant idee. Zij is namelijk briljant. Ja, oké, die heeft ook wel een beetje geholpen, ja. Een beetje? Zij heeft alles geregeld. In ruil voordat je mij student van het jaar maakt. Oh ja, daar heb ik nu al spijt van als haren op mijn hoofd. Ja hoor, weer te laat. Daar is hij weer. Ja, sorry. Het liep even uit op het politiebureau. Rachel, ga je mee? Ja. Naar huis. Doeg, Rachel. Waar is je broertje eigenlijk? Hij heeft toch niet weer straf, hè? Hij is niet op school. Hij is niet op school? Nee. Waar is hij dan? Je schoonmoeder heeft hem vanochtend meegenomen. Naar het internaat. Naar het internaat? Ja. Zonder mijn toestemming? Zat een formulier bij zich met uw handtekening erop? Hallo? Kom, we gaan.
Zo, Jacob. Daar zijn wij dan. Bij het internaat. Kijk maar. Internaat. Zal ik het even spellen? I-N-T-E-R-A-T-A. Internaat. Ja. Ja. En we gaan jou eens even een partijtje hersens spoelen, jongeman. Kijken of dat heropvoedingstraject van de directeur zijn vruchten zal afwerpen. Het zal moeilijk worden. Maar ja, niets geschoten is altijd mis. Ga jij maar even zitten. Hup. Hup. Daar op die bankkant. En nu ga ik even mijn charmes in de strijd gooien. Want dit is weer een leveltje up de ladder. Ja, de directeur van het internaat. Die zal ik wel even met mijn charmes overtuigen. Want ja, hè? Charme komt met de leeftijd, zeg ik altijd maar. Ha. Hendrik Jan, hallo. Ja, ik reageer even op de mail. Nee, ik generaliseer helemaal niemand over één kam. Wij op het internaat werken planmatig, ja? Nou, ja natuurlijk, meestal blijft het bij plannen. Ja, 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 dan hou je matig werk over inderdaad. Oh, opgehangen, nou ja, belt later wel weer terug. Directeur. Directeur. Hadden wij een afspraak? Aangenaam, directeur mevrouw Dorcas. Goedemiddag. Wat komt u doen? Directeur. Ja. Ik heb wat heugelijk nieuws voor u. Mag ik met pensioen? Fantastisch. Directeur. Ja. Ik heb een onhandelbaar kind meegebracht. Ja, ja, fantastisch. Dat moet verschrikkelijk voor u zijn. Oh, het is zo fijn om eindelijk eens begrip te krijgen waar ik al zo lang naar snak. Ja, maar laat het object even zien. Daar is hij, of daar trouwens. Kijk aan, jongeman. Nou, ga maar even staan. Nee. Ga staan. Nee. Ik zie het al. PDD NOS. Luistert niet naar gezag. Diagnose. PDD NOS. Ik heb het altijd al geweten. Oh ja? Ja. Nou, vertel op. Wat betekent dat dan? Pekan, dysterie. Ik hoef helemaal geen verantwoording aan u af te leggen, directeur. Mijn IQ is tenslotte 180. Nou, oké. <okay. laughs> Nou, jongeman, ik vroeg of je wilde gaan staan. Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar huis. Ik wil naar huis, dus ik ga nu ook naar huis. Kijk aan! Twee behandelplannen, twee keer geld. Want dit is autisme. Maar, mevrouwtje, geen zorg hoor. Hij kan er oud mee worden. Autisme. Ik ga nu naar huis. Laat me los. Fantastisch. Ja, ja. Wanneer maak je dat mee? 3. Dat is triple. Dit is ADHD. Nou, mevrouwtje, goed nieuws. Hij kan hier blijven, hoor. En we maken in no time van deze Nekop weer een Jacob. Nou, dat komt mooi uit. Ik heb het papierwerk meegebracht. Kijk, dat papierwinkel. Om dit allemaal in orde te brengen. Kijk aan, keurig met de handtekeningen erop. Want niemand wil jou, Jacob. Zelfs mama en papa niet meer. Jawel hoor, ik heb je graag. Goed voor de kassa. Jacob! Papa! Gelukkig,
Die gaat mee naar huis, jongen. Dit is ook zo mooi, hè? Vader komt nog even afscheid nemen. Nou, dat dacht ik niet. Emotioneel moment ook, hè? Wij gaan. Ik neem deze jongen mee. Ja, we gingen net zijn kamer laten zien. Kom maar mee. En een mooie kamer, helemaal blauw ook. Nou, misschien begrijp je niet helemaal, maar deze jongen gaat mee met mij naar huis. Ja, maar meneer, dat gaat zomaar niet. Ik heb een handtekening hier. Ja, maar die zijn vervalst. Alsjeblieft. Kom, we gaan, Jacob. Oh, die man is vreemdeling. Ik ben blij dat je me bent komen halen, pap. Ik dacht dat je me daar zou achterlaten. Tuurlijk niet, Jacob. Ik zou je dat toch nooit achterlaten? Ga je niet weggeven? Stop wel eens met die streken van je. Elke keer ben je ongehoorzaam. Maar op ongehoorzaamheid rust gewoon geen zegen. Maar alleen maar ellende. Straks komt er een keer een dag, dan kan ik je niet meer helpen, hoor. Je hebt gelijk. Ik weet dat ik me moet gehoorzamen. Maar het is soms zo saai om gehoorzaam te zijn. Je bent ongehoorzaam geweest. Ik wil je echt vergeven, maar je krijgt wel straf. Je krijgt een week huisarrest. Maar ons huis is afgebrand. Betekent dat dat ik toch geen huisarrest heb? Natuurlijk wel. Dan krijg je een week hotelarrest. Maar je blijft in ieder geval een week binnen. Dan kun je me nog beter naar de gevangenis sturen. Nou, ga nou maar lekker slapen, want je hebt een drukke dag gehad. Jacob, 5 jaar, man. 5 jaar heb ik je niet gezien. Ik heb je gemist. Ja. Spijt me, pa. 5 jaar, jongen. Ik dacht dat je boos zou zijn. Ik dacht dat je kwaad op me zou zijn. Nee, tuurlijk niet. Ik ben blij je weer te zien. Het moet echt anders nu, pa. Ja, nou, ik ga je weer op weg helpen. Echt waar? Ik geef je een nieuwe kans, jongen. Nou, al die tijd. Kom bij me in het bedrijf werken. Meen je dat echt? Ja, ik geef je echt een nieuwe start, een nieuwe kans. Ja. Ik ben blij je te zien, jongen. Ik zal mijn best doen, pa. Kom. Ik ga echt mijn best doen deze keer. Deze keer gaat het lukken, ik weet het zeker. Jacob werkte bij mij in het bedrijf. En dat ging goed. Hij begon met kleine huishoudelijke taken. Deze klusjes waren bedoeld om hem van de straat af te houden. Maar met de tijd merkte ik dat hij steeds meer in zijn mars had. Hij was goed met cijfers. Onze band werd steeds sterker en mijn vertrouwen in hem nam toe. Uiteindelijk hielp hij mij om de boekhouding bij te houden. Dit kon ik gerust aan hem overlaten, dacht ik. Een jaar na zijn vrijlating ontdekte ik dat mijn zoon duizenden euro's van het bedrijf had gestolen. Om er vervolgens mee te gaan gokken. Toen ik dit ontdekte, was ik ten einde raad. Hoe kon het nou dat mijn eigen zoon zo'n hang naar het kwade had? Hij leek er wel verslaafd aan te zijn. Toen ik het aan de familie vertelde, wilden ze allemaal dat ik mijn zoon zou aangeven. Maar ik kon het niet. Hij is mijn zoon. De familie was woest en veroordeelde hem. Uiteindelijk nam Jacob afstand van alles. Weer een kaart schrijven aan onze Jacob? Je weet toch dat het geen zin heeft? Hij schrijft toch niet terug. Laat het alsjeblieft los, Peter. Peter. Lieverd. Ik weet dat wij als schoonzoon en schoonmoeder niet altijd de beste band hebben gehad. Maar deze jongen is het echt niet waard. Laat het los. Laat het gaan. Weet je, ik wil het gewoon. Als ik in zijn situatie zou zitten,
zou ik het ook fijn vinden. Ik hou gewoon van hem. Maar Peter, alsjeblieft. Al dat hopen, dat heeft je hart ziek gemaakt. Kijk waar je zit, Peter. Al dat verdriet, al dat hopen. Laat het alsjeblieft gaan, Peter. Denk aan je dochter, denk aan je vrouw. Alsjeblieft, Peter. Doe het niet. Ja, ik kan hem gewoon niet loslaten. Ik hou gewoon van hem. Ik wil... Weet je, God zou ons ook niet zomaar loslaten. En wie zijn wij dan? Jacob, ik hou van je, je vader. Peter. Alsjeblieft, wie zou een van jullie deze bij Jacob langs willen brengen? Nee, Peter. Zeker niet, Peter. Ik doe het wel, papa. Dankjewel, lieverd. Graag gedaan. Het wordt tijd dat mijn broer eens flink de waarheid te horen krijgt. Hij moet een lesje leren. Ja, ik weet het ook al niet meer, hoor. Misschien hebben jullie wel gelijk en moet ik hem gewoon maar gaan vergeten. Peter, ben je nou klaar met dat gezanik? Dan gaan we naar de fysio. Kom op. Kom, Peter, kom. Kom op. Langdradig verhaal van jou ook. Ach. Oh, Mary. Mary, dans toch met me. Kom op. Kom op. Voetjes van de vloer. Niet zo stijf en harkerig jij. Mary, kom op. Mary, jij bent het beste wat me ooit is overkomen. Sinds ik jou ken... Echt, lieve schat, luister. Je had me moeten zien, jongen, voordat ik jou ontmoette. Het is echt... Je bent geweldig. Ja, je bent geweldig. Ik hou van je. Ik ben een ander mens geworden door jou. Het is echt... Ja, echt... Weet je, jij geeft me nieuwe inspiratie. Elke morgen als ik wakker word, is de zon... Jij bent mijn zonnetje die schijnt. Echt waar. Weet je, jij geeft me inspiratie en... Hé, ik heb een liedje voor je gemaakt. Echt waar. En dat verwacht je niet, hè, van mij. Mary, 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 Mary. Mary. Mary, 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 Mary. Mary. Mary, 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 Mary. Oh, lieve Mary. Ik wil zo graag met je trouwen. Wil je met me trouwen? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Weet je wat ik... Ja, natuurlijk. Ja, ik ben sprakeloos. Heb je een ander? Nee, dat is het niet. Het is alleen... Maar hou je niet van me dan? Nee, dat is het ook niet. Ga even zitten. Wat is er nou? Hé, hey, Mary, ja, wat is er nou? Kijk, het is gewoon... Soms lijkt het alsof je een dubbel leven leidt. Alsof ik je niet helemaal ken. Ik bedoel, je gaat uit met je vrienden. We komen daar thuis. Vertel me niet wat jullie hebben gedaan. Ja, je moet ook niet alles vertellen tegen elkaar. Je moet toch een beetje wat voor jezelf houden. Ik bedoel, ja, maar... Als je weet wat ik allemaal doe, dan, ik bedoel, gedaan heb, dan... Ja, maar dat is geen huwelijk. Ja, het is geen huwelijk, maar... Ik bedoel, ik heb nog nooit je familie ontmoet. Ik weet niet eens of je familie hebt. Ja, mijn familie ontmoeten. Je weet echt niet. Je weet niet wat je zegt, joh. Echt, stel je voor, je ontmoet mijn oma. Die heeft een of andere zuurheidsfactor in zich. Binnen 5 minuten maakt ze iedereen zuur. Dat is ongelooflijk. Ik wil niet dat je haar ontmoet. Straks wil je net als zij. Dat kan toch niet? Nee, natuurlijk niet. Ja. Maar je kan echt, dat kan echt niet. Je kan echt niet mijn familie ontmoeten. Anders trouw ik je ook niet. Serieus? Maar als je mijn familie ontmoet, trouw je wel met me. Oké, ja. Echt waar? Ja. Echt waar? Mary, want to marry me. Woehoe! Ik ben zo blij met je. Kijk wat ik vind. Ja, wauw. Oh, Mary, ik ben zo blij met je. Rachel. Hallo, wat doe jij nou hier? Dus je kent haar? Ja, natuurlijk. Wat is dit? Ja, maar natuurlijk ken ik haar. Het is mijn zus. Dus dit is wat je dubbelleven inhoudt? Je gaat vreemd? Ja, Mary, luister nou. Dit is mijn zus. Ik ga toch niet vreemd met mijn zus? Het is mijn zus. Ze zeggen allemaal, het is mijn zus. Mary! Mary! Kijk nou wat je doet! Heb je het weer voor elkaar? Ik kwam alleen maar een kerstkaart brengen van je vader. Kerstkaart? Hij is ernstig ziek.
kan mij dat nou schelen? Kan jou dat nou schelen? Hoe durf je dat überhaupt te zeggen? Dat komt door jou dat hij zo ziek is. Hij heeft een gebroken hart. Door mij? Hoe durf jij? Ga je me nou ook nog naar mijn keel grijpen? Ik ben echt niet meer bang voor jou, hoor. Je bent zo'n egoïstische zak. Het boeit je gewoon niet dat je vader doodgaat. Je bent nog steeds altijd die etter. En jij lijkt op je oma met je zure gedoe. Ga lekker weg. Ga lekker naar je oma toe. Jacob. Jacob, Heer, wilt u bij Jacob zijn? Ik kom voor uw troon. Heer, misschien heb ik wel het verkeerde voorbeeld gegeven. Heer, wilt u zijn hart veranderen? Wilt u zijn opstandigheid wegnemen, Heer? Ik vraag u, Vader, wilt u zo de situatie veranderen? Dat hij dicht bij u mag komen. Ik wil hem weer zo graag in mijn armen sluiten. Vader, ik smeek het u. Mijn hele leven hoor ik al niks anders dan Jacob dit, Jacob dat. Je bent niet goed genoeg. Overal stickertjes opgeplakt, ADHD, autisme. Alles wordt me aangepraat, weet je. En ik heb het nog geloofd ook, mijn hele leven lang. Ik ben er zo klaar mee. Ik ben er zo klaar mee. Altijd maar mensen die iets op me leggen. Zeur allemaal. Het staat er eigenlijk in, een rotkaart. Het verhaal wat Paul het voorlas vroeger. Over het volk van God. Wat altijd terug mag komen. Ook al hebben ze het zo verpest. Misschien heb ik het ook wel gewoon verpest. Misschien moet ik gewoon wel naar God toe. Misschien moet ik wel naar God toe. Ik weet het niet meer. I know.
Oh, vader. Oh, dank u wel. Heer, dank u wel dat u me vergeven hebt. Oh, dank u wel voor uw genade. Ik heb het niet verdiend, maar... Oh, het is net of er een last van mijn lucht, van mijn rug valt. Oh, ik voel me zo opgelucht. Oh, oh, eindelijk. Zo. Ik voel me helemaal nieuw. Ik voel me helemaal nieuw en opgewekt. Dit is iets wat ik niet ken. Oh, eindelijk. Eindelijk kan ik naar huis. Eindelijk kan ik vergeving vragen voor al die stomme dingen die ik mijn hele leven heb gedaan. Ik moet meteen naar huis. Oh, Heer, dank u wel. Het is zo... Oh, ik ben zo opgelucht. Ik ben zo... Ik ga meteen naar huis. Peter! Lieverd! Wat heb je gedaan? Oh, pap. De dokter zei toch dat je niet uit die rolstoel mocht komen? Kom hier. Het lijkt wel alsof je gevochten hebt of zo. Rolstoel, kom. Lieverd. 1, 2. Zo. Oh, schat. Dat had je niet mogen doen. Kijk eens aan. Zo. Wat is dit nou weer? Mam. Dit is toch niet normaal? Kijk hem dan zitten. Het is slechts een omhulsel. Er zit geen leven meer in. Mam, het is kerst vandaag, mam. We kunnen hier ook een andere keer over praten, mam. Eva. Voor nu, laat het één keer even gezellig zijn, mam. Eva, je bent mijn enige dochter. Ik kan het niet aanzien dat mijn enige dochter weduwe wordt. Door die snapneus. Door die gat. Ik hou van je, mijn dochter. Dit is niet normaal. Mam, laten we het gewoon nog één keer gezellig maken, alsjeblieft. Weet je, mam, oma Willem en tante Cindy komen straks ook. Dan gaan we gewoon net zo kerst vieren als vroeger, mam. Toch, Rachel? Mam, één keer, alsjeblieft. Wat jij wil, lieverd. Leuk. Het is weer kerst. Ja, daar gaan we weer, schat. Daar gaan we weer. Heerlijk, we hoor. We gaan genieten, schat. Al die lichtjes. Laat me niet voor schudden, hè. Gezellig. Denk erom. We gaan lekker. Gezellig. Gelukkig. Gezellig, en we hoor. We gaan gewoon genieten. Gelukkig ben je altijd zo positief. Hè? Schat, doe nu zo zuur. Nee, we hoor. We gaan. Kijk. Oh, ja. Kijk die lichtjes. Oh, we willen met tante Cindy. Leuk. Welkom. Ah. Hallo. Hey, krullenbol. Zo, nou daar zijn we hoor. Hey. Schat. Sta je nou altijd zo voor mijn neus? Hier, kijk nou wat je doet. Ah. Loop nou even door. Hey Peter, jongen, hoe is ie? Het loopt allemaal kwijl uit je mond, man. Dat gaat toch niet goed zo? Even, zet hem op, hè. Laat je niet kisten, jongen. Die jongen heeft echt een jenevertje nodig, hoor. Dat gaat niet goed zo. Willem. Ah. Hallo, lieve schat. Zo, hey oma. Zo, nou, he. Zijn we toch compleet met z'n allen? Leuk hoor. Wat te drinken? Een biertje alsjeblieft. Oh, daar gaan we weer. Wat heb ik je gezegd? Laat me niet verschut. Heel goed. Luister naar tante Cindy, ome Willem. Nou, doe me dan maar een kopje koffie. Een kopje koffie. En een plakje cake. Want het is zo'n grafstemming hier. Ome Willem. Nou, een kopje koffie gaat er altijd wel in, mam. Ja. Cappuccino met een beetje kaneel. Ja, een cappuccino met een beetje kaneel. Vleugje cinnamon. Is tante Cindy? Koffie hoor, schat. Rachel, kom je mee te helpen in de keuken? Jacob? Hi, oma. Oma Willem. Hi, tante Cindy. Hi, mam. Jacob, ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat doe jij nou weer hier? Susie. Hey, pa. Pa, ik ben het Jacob. Ja, een beetje te laat. Dit bedoelde ik dus. Wat is er nou met hem aan de hand? Is jouw schuld. Ja, maar dit is toch helemaal nooit de bedoeling geweest? Dit is niet wat ik heb bedoeld. Pa. Het spijt me zo. Ik ben hier natuurlijk niet zomaar. Je vraagt je natuurlijk af wat hier gebeurd is. Dat ik hier zo binnen kom wandelen, maar er is gisteravond zoiets gebeurd. Ik heb voor het eerst van mijn leven gebeden. Ik heb echt de kracht van God ervaren. Weet je, God komt in mijn hart en ik weet dat hij mij vergeven heeft. Ik weet dat hij mij vergeven heeft, maar ik heb jullie zo het leven zuur gemaakt. Mam, het spijt me zo. Maar ik kom hier om jullie vergeving te vragen.
voor alles wat ik gedaan heb. En ik heb jullie leven gewoon zwaar en moeilijk gemaakt. En het is nooit de bedoeling geweest, maar weet je, God heeft mij een ander mens gemaakt. Het spijt me zo, mam. Wil je me vergeven? Jacob, ik kan het niet, Jacob. Waarom? Tante Cindy dan? Oom Willem? Oma? Ik snap het ook wel, oma. Ik heb er altijd zoveel pijn gedaan. Ik hoop dat u weet dat het... Het spijt me echt. Het spijt me echt allemaal. Jacob. Jacob. Pa. 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 Hey. Hey, pa. Pa. Jacob. Pa, je bent er nog. Ik wil je vergeven. Echt waar? Het spijt me zo, pa. Ik heb het zo niet bedoeld. Maar nu, deze keer, kan het echt anders. Ik ben opgevoed met the sky is the limit, leg de lat hoger, mindful, mind empty, presteren. En dat was nooit goed genoeg, nooit. En ik heb dat doorgegeven aan jou, lieve Eva. Mam. Ik heb altijd het beste uit jou willen halen en ik ben voorbij gegaan aan jou. En toen kwam hij en toen kwam jij, Jacob, en... Het is mijn schuld. Het is mijn verantwoording. Het spijt me zo erg. Oma. Wil je mij vergeven? Ja, natuurlijk. Oma. Jongen, dank je wel. Zien jullie? Dit is kerstfeest! Ja. Vergeving! Dit is echt leuk. Echt, hé. Hé, mam. Welkom thuis. Oh, dank je wel, mam. Kom. Ja. Oh, pa. Nou, dat was nog eens echt kerst. Ja, het was kerst. Echt kerst. Ja, dat was echt kerst. Nog? Ja. Nee, geen liedje.